Goedemiddag, ik ben Bronwyn Hennebury en ik sta aan de Amsterdamse Straatweg die deze maand in het teken van de kunstroute staat. Van gedichten tot foto's en schilderijen, maak die wandeling en je ziet een heleboel kunst. September is kunstroute de Amsterdamstraatweg gestart. Een route vanaf het begin van het Paardenveld tot aan de Marningslaan. Met onderweg verschillende etalages gevuld met diverse vormen van kunst. Hoe is dat tot stand gekomen? Dat is vorig jaar eigenlijk was de eerste editie. Het is een idee wat samen gevormd is met Gita van Bergen van Art and Community Development. Zij is bewoner in de wijk en zelf ook kunstenaar. En zij ziet de Amsterdamstraatweg als een rode loper naar alle andere kunstgebieden in Utrecht. Neem het werkspoorgebied of de DB-studio's. Ja, de Amsterdamstraatweg kan je als een hele grote lange rode loper ervaren. En zij zou niks liever willen dan een galerie aan de Amsterdamstraatweg. Daar kwam ik een beetje in het plaatje van wat zouden we kunnen doen. En ik dacht, we doen niet één galerie, maar we doen er een heleboel. Dus ook dit jaar hebben we weer 19 ondernemers bereid gevonden om deel te nemen. Maar ook een aantal leegstaande panden kunnen vullen. En daar staan we nu met leuke projecten. Francis, wat voor kunst kunnen we in deze winkel zien? In ieder geval van mijzelf. Van Photo Femshop, ja, een plantage, de sigarettenwinkel. Allemaal ondernemers die geportretteerd zijn door de schilder. Ja. Wat maakt dat je hebt gekozen voor deze etalage met de kleurplaten? Nou, dit is een hele speciale etalage. Dat zijn onze jongste deelnemers die achter ons hangen vanaf 2 jaar. We hebben van de zomer met de ondernemersvereniging en de leden hebben we deze bijzondere kleurplaten ontwikkeld door Paperfox uitgedeeld. Echt straatweg. Ja. Vier verschillende. Het zijn gebouwen aan de straatweg. Heel herkenbaar. De boekenkast bijvoorbeeld staat erin verwerkt. En onze trotse watertoren natuurlijk ook. Het zijn 4 bijzondere kleurplaten geworden. En de kinderen konden ze inleveren om mee te doen aan de kunstroute. Waren het niet dat een heleboel kinderen het super moeilijk vonden om afscheid te nemen van hun mooie ingekleurde tekening. Dus die hangen thuis aan de muur of op de koelkast. Wat heeft jou gemotiveerd om mee te doen aan de kunstroute als ondernemer? Nou, dat je als ondernemer actief moet zijn voor de Amsterdamse straatweg. Dat er wat leuks te beleven is. Merkt u vaak dat mensen even stil blijven staan bij de portretten? Ja, of ze stappen even van de fiets en dan zie je ze omkeren om toch even te kijken. Waar kun je die kunst vinden? De hele route is te vinden op onze website asw030.nl. Maar hij loopt echt vanaf nummer 13 aan de Amsterdamstraatweg tot 406 uit mijn hoofd. Ja, want hoe lang ben je bezig als je zo'n hele route zou gaan lopen? Met hier en daar even een lekker broodje of een kopje koffie erbij. Denk ik dat je zeker dik 2 uur wel kan vermaken. En voor de kinderen, wil jij nou ook zo'n mooie kleurplaat maken van een winkel aan de Amsterdamse Straatweg? Er zijn er nog een paar over en die kun je ophalen bij de Fem Photoshop winkel aan de Amsterdamse Straatweg.